HAC Now wordt mede mogelijk gemaakt door Showtime Licht en Geluid, Studio 28 Videoproducties en Villa 5. Vanuit Clubhuis De Trefhoek is dit HAC Now met Sanne Wultjes, Rick Hemmink en Gerson Klok. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van HAC. Nou, met Rick Hemmink, speler van ons eerste elftal. Afgelopen zaterdag verloren, deed pijn denk ik. Helaas wel, ja. Ja, waar lag het aan? Ja, waar lag het aan? Ik vond ze wel heel goed spelen, eerlijk gezegd. En ik denk dat je ook de twee tegengoals die je als eerste keer tegenkrijgt. Ja, corner wat niet goed weg werd gewerkt en dan persoonlijke fout. Ja, om dat nog goed te breien tegen een goed spelend Vitesse, was lastig. Goeie ploeg toch? Ja, voetballend heel goed. Ja, tactisch. Weet je vaak met belofte teams die altijd wel zorgvuldig voetbal spelen. Of in ieder geval willen spelen. Nou, dat kwam er bij hun zaterdag wel uit. Ja. We gaan er zo meteen over doorpraten. Sanne, het vrouwenteam Hardenberg. Ja. Wat is dat in één zin? Daar gaan we er zo langer over spreken. Wat is dat in één zin? Ja, dat is een team wat samengesteld wordt door allemaal speelsters uit die spelen binnen de regio Hardenberg. Of bij beloften, maar afkomstig zijn uit Hardenberg. Nou, en het gaat gebeuren hier op de Bos, ook 29 juni, hè? Ja, gaan we zo meteen meer over spreken. Ja, en Gersom, terug op het oude nest, hoe voelt dat? Ja, vertrouwd. Ja, ja, hoor. Ja. Voelt goed. Ja? Hoe is het momenteel in Emmen? Ja, wel goed natuurlijk, hè. Na zo'n apotheose zondag in de dying second, zoals ze dat mooi noemen, is de sfeer goed. En, van de week een goede, leuke, gezellige kerstborrel gehad met de hele FCM, vrijwilligers en iedereen die daar een steentje bij bijdraagt. Dus ja, de sfeer is goed. Nou, zometeen gaan we daar ongetwijfeld meer over horen. Eerst even naar het eerste elftal van HAC Hardenberg. Hoe is het tot nu toe gegaan? HAC pakt vooral buitenshuis de punten. Bijvoorbeeld in en tegen Barendrecht. Voor de voeten van Rick Hemmink en dan komt HAC op een 0-1 voorsprong. Eerste helft zag het natuurlijk goed uit, goede goals. Aantal kansen nog gehad. En hier is Van der Leij. Die is niet zelfzuchtig. En dit vind ik nou typisch momenten waarop je ziet dat het een team is. Dus toen kon ik hem eigenlijk blind geven en ze kon hem voor open goal erin schieten. Ja, klopt. Hij had ook inderdaad zelf kunnen schieten. Maar ik vroeg net op het moment dat hij denk volgens mij wilde schieten, vroeg ik die bal. En toen legde hij hem knap breed en ik hoefde hem eigenlijk helemaal aan te raken. Geen buitenspel dit en 0-3 opnieuw Gourie. Opnieuw krijgt hij hem van Van der Leij. En opnieuw mag hij juichen. En door dit cadeautje wordt het zelfs 0-4. En ook Kozakken Boys wordt verslagen. Een paar puntjes jatten is ook wel eens lekker. En dan belandt de bal aan de andere kant bij Van der Leij. Die ziet daar Hemmink. Hemmink moet eigenlijk misschien wel gelijk uithalen. Kapt dan een keer en schiet dan een keer half. En uiteindelijk zit hij er toch in. 2-3. Rick Hemmink maakt misschien wel de winnende goal. We komen wel heel lekker voor ons op 0-2. Ik denk tegen de foute 1, maar goed. Dat zal onze worst zijn. En tegen FC Linde pakt HAC de overwinning. Van der Leij 1-0 HAC. Oh nee, toch niet. En dat is eigenlijk wat hier precies letterlijk gebeurt. Hij ploft er in één keer in. Vorige week winnen we heel ongeverdiend. En vandaag verliezen we niet. Ik moet nog een beetje het idee hebben dat we toch een punt hebben. Oh nee, toch niet. En eigenlijk was tegen Almere City dit het hoogtepunt. En dat bleek de grens. En tegen Jong Vitesse loopt HAC helaas toch weer tegen een domper op. Oh, lekker. Kevin Geurts verslikt zich. En dan is dit de 2-0. Dat kan niet anders. Ja hoor. Maar ondanks dat toch nog een mooie boodschap om af te sluiten. Bij deze wil ik alle HAC-supporters bedanken voor hun steun in de eerste seizoenshelft. En hele fijne feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar. Ja, top. Maar eerst nog even HAC. Nou, even die goal. Dat was een bijzondere hoe je die maakte, hè? Ja. De meesten zeiden wel gelijk van waarom schoot je niet gelijk? Maar op dat moment had ik heel erg het gevoel dat die keeper precies in mijn lijn zat. Want ik wou hem in eerste instantie in de verre hoek krullen. Maar ja, daar zat die keeper. Dus ik dacht in dat geval, dan kap ik eerst. Maar toen kwam ik ook nog niet helemaal lekker uit met mijn stappen. Dus toen was het een beetje... Hij zat erin en daar ging het om. Je hebt mooiere goals gemaakt dit seizoen. Ja, zeker. Ja. Hey, laten we even bij de actualiteit beginnen. FC Linde trekt zich terug. Het kwam voor mij echt helemaal out of the blue. Ik weet niet, speelde dat in de... Hadden jullie al signalen gehoord? Nee, het was voor mij ook iets nieuws. Wat vind je ervan? Ja, ik moet wel zeggen, als ik, toen ik daar kwam, vorig jaar kwam ik daar voor het eerst. Toen dacht ik wel van, ja, dit is wel typisch zo'n club. Ja, dan kon je al vanaf zien dat er geen jeugd achter zit of wat. Dus er zat wel iemand achter, ja.
Dat blijkt nu ook wel met geld. Ja, en als zo iemand zich dan terugtrekt, ja, dan ben je daar wel afhankelijk van. Ja. Jij, Gersom, volg je ja, dat? Ja, ik las het ook. Ik verbaas me er wel over, omdat je een aardige trainer met naam zit daar volgens mij. Die van de Haar is dat de trainer volgens mij. Ja. Nou, in het verleden ook wel grote spelers. Maar als je dan terugkijkt, zijn binnen een bepaalde tijd zijn ze van de tweede klasse of zo, derde klasse, zijn ze in één keer naar de top van amateur top van Nederland. Ja, dat is dat. Ja, net wat Rick zegt. Als daar één of twee iemand maar achter zit en die trekken zich terug, dan houdt het op. Dus het is niet zo, zo stevig gebouwd, blijkbaar. Volg jij dat soort dingen ook, Sanne? Nee. Of is dat, nee, vind dat echt totaal onbelangrijk? Ja. Dat je denkt, dat is geen vrouwentak. Nee, dus dat houdt op. Ja, nee, maar ik denk dan wel eens, hoe kan het bestaan dat... dat zo'n club zo is opgebouwd. Als je dan bijvoorbeeld ziet, misschien moet je jezelf ook gewoon wel eens op de borst kloppen. Als je dan ziet hoe het hier bij HSC voor elkaar is. Ja, dat is wel een verschilletje. Maar ik denk alleen als je hier aankomt lopen, het sportpark. Ik denk iedereen die bij Linde daar is geweest, die kan het beamen. Ja, het ziet er ook niet echt professioneel uit in dat opzicht. Als je dat ziet, er zit ook zo'n bijgebouwtje erbij. Ja, dan is dit totaal iets anders waar je dan terechtkomt. Ja. Jullie verliezen dat punt, maar jullie stijgen wel op de ranglijst, hè, nu door deze actie. Ja, ja, ik heb het gehoord. Ja. Op zich nog niet zo heel slecht gedaan. Ja, ja, nee, zo blijf je er ook wel makkelijk in. Ja, als er nog meer wegvallen, misschien word je nog kampioen. Ja. AFC. Ja. Ja, AFC, ja. Ja, die vallen niet zo gauw zo om. Zo mij verrassen. Nee. Hey, hoe vind je het gaan tot nu toe dit seizoen? Op zich... denk ik wel dat we iets hoger hadden mogen staan. Ik vind ons nog best wel wisselvallig. Als ik dan kijk naar bepaalde wedstrijden zoals uit AFC verliezen we wel. Maar vind ik wel dat je wel goed voetbalt. En ook wel laat zien dat je eigenlijk niks onderdoet ten opzichte van AFC. En datzelfde met IJsselmeervogels. Zoals je zag toen die hier kwamen dat ze tweede stonden. En als je dan ziet dat wij ze relatief makkelijk wel van de mat afspeelden 3-0. En ook wel echt zag dat wij voetballend gewoon beter waren. Ja, dan had ik eigenlijk wel verwacht dat we het ook in andere wedstrijden zouden kunnen doen. Maar dat is nog niet echt het geval. Dat is nog wel de wisselvalligheid van hele goede wedstrijden. Ten opzichte van wedstrijden waar je denkt van ja, waar kijken we naar, denk ik. Ja, maar dat heeft bijna iedereen eigenlijk wel. Hè? Alleen AFC en VVSB zijn redelijk constant. Ja, de een positief, de ander negatief, klopt. Ja, en dat op zich misschien is dat ook wel tekenend voor de competitie waar je in speelt. Dat gewoon elke week weer anders is met andere tegenstanders, andere formatie, et cetera. En dat je eigenlijk ook geen touw aan vast kan knopen van wat de uitslag zal zijn. Ja, misschien zie je dat ook wel de competitie, maar als je echt puur kijkt naar ons eigen spel, denk ik wel dat we daar iets vaster in mogen zijn. Ja, en als dat zo is, verwacht ik ook wel dat we iets meer punten hadden gehad. Ja. Sanne, volg jij HSC ook een beetje op de voet? Of is het echt SCV waar jij voetbalt? Nee, SCV. Ja. 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 En is het ook nog haat en nijd, zeg maar, dat er gejuicht wordt op het moment dat HSC verliest? Of houden jullie gewoon helemaal niet met HSC bezig? Nee, ze doen toch hartstikke goed dat ze zo voetballen. Dus dat is toch mooi als het in de regio is. Maar voor de rest, het is niet dat ik het volg. Nee. Jij denk ik wel. Schat ik zo in? Ja, klopt. Ik volg ze wel, ja. En heb je ook nog met veel van de jongens contact? Want jij bent weggegaan, denk ik, toen Hemming kwam. Eerder al, denk ik, hè? Jaartje eerder. Ja, een jaartje eerder volgens mij. Ik kwam toen Jozef kwam, toen in dat jaar, voor dat jaar ben ik weggegaan. Ik heb met mannen nog wel wat contact. Glenn heb ik wel intensief contact. Gewoon een goede vriend van mij, dus... Dus die spreek ik regelmatig. Ja, en dan krijg je natuurlijk wel wat meer mee dan als je alleen wedstrijden gaat kijken. Maar dat is ook wel leuk, want hij eet 2-3 keer in de week bij mij. Omdat hij vanuit zijn werk dan, anders is hij alleen maar aan het rijden. Dan heb ik gezegd van joh, als je dan toch al deze kant op komt al eerder, kun je bij ons net zo goed een hapje mee eten, een schildje, kun je nog even lekker rustig zitten. Deed hij natuurlijk eerst altijd bij Thomas Bakker. Ja. Maar goed, die moest zo nodig richting Azië. Ja, daar ga je niet heen voor eten. Dan. Nee, Thomas niet. Maar goed, ja, dan krijg je leuke gesprekken, leuke verhalen Je bent sowieso wel een beetje een opvang, discussie. Toch, voor voetballers? Want Thomas heeft een tijd bij jullie ingewoond, Glenn is dus nu... Ja, zo kun je het wel eigenlijk niet zo over nagedacht. Ja, je kunt een soort bed and breakfast beginnen, volgens mij, voor voetballers. Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Nee, maar het zijn gewoon twee hele goede vrienden van mij geworden. En dat is hier ontstaan, dat is hartstikke mooi. En door Glenn... krijg ik iets meer mee dan een gemiddelde sporter, denk ik. Wat er nou binnen zo'n club gebeurt en binnen zo'n team.
En dat is wel leuk, want zo links en rechts kan ik wel eens een keer een tip geven. Of we hebben discussies, of ik kan Glenn eens overtuigen van iets anders, of juist niet. Dus dat is wat wel, is een tip die je mee hebt gegeven in dit wisselvallige seizoen, hoor ik net? Nou, daar heb ik niet echt een tip op gegeven. Want ja, ik denk dat dat is altijd voetbal, hè, de wisselvalligheid. Hoe constanter je kunt zijn, hoe groter de kans is dat je het ook goed doet. Maar dat heeft ook met een aantal factoren te maken. Dat je dominant bent aan de bal, tactisch plannen, noem alles maar op. Kijk dan even naar de tijd dat ik hier voetbalde met Marcel. Was dat natuurlijk wel bij tijd en wijde misschien ook wel heel overdreven. Maar dat was wel echt iets. Ja, dat was een plan en dat waren we heel duidelijk aan het uitvoeren. En dan zag je dat een tegenstander daar heel veel moeite mee had. Waardoor ze verder teruggingen, waardoor je heel veel de bal had. En nu merk je, tenminste hoe ik ernaar kijk, is dat meerdere teams plannen hebben. Ja, waardoor het de ene week lukt het plan wel tegen HAC en de andere keer lukt het plan niet tegen HAC. Ik heb toevallig de wedstrijd tegen IJsselmeervogels gezien. Het is gewoon een goed team. Als je kijkt op papier, er zijn jongens die een betaald voetbalverleden hebben, jongens die goed kunnen voetballen. Ja, die bedenken een plan, maar ja, HAC had ook een plan. En dat was gewoon IJsselmeervogels tot op laatste moment opjagen en de bos ook weer af. Nou ja, dat is er gelukt. En daar denk ik dat je daar een soort van houvast in moet creëren. Hou vast aan je plan, hou vast aan je idee. Ja, en dat dan op den duur steeds beter gaat. Waardoor het ook veel meer vertrouwen geeft. En daar binnenin, dat je daar jongens zoals Rick of Sargon de ruimte geeft om iets te doen wat in hun opkomt. Zegt hij daar hele rare dingen, Rick? In die zin van, hebben jullie iedere keer een ander plan? Of hebben jullie een vast plan waar jullie eigenlijk als basis iedere keer van uitgaan? Nou, we willen in principe wel ons eigen spel spelen, ja. En dat is voornamelijk wel dat Glenn de nummer 6 of 8 uitzaakt. Danny Bouws hoog. Nou, ik dan nu spelend op rechts, dat ik dan naar binnen kom op mijn eigen positie op het middenveld. Dat we dan ruimte maken voor Bouws. En misschien wel wat Gensel net terecht zegt. Ja, de ene team tegen AFC, die deden dat supergoed om dat te verdedigen. Die lieten de linksbuik helemaal inzakken, waardoor Danny niet kon komen. Nou ja, waardoor ik altijd 2-1 naar binnen kwam. Ja, dan heb je al, denk ik, twee angels bij ons uit het speelveld gehaald. Dus in dat opzicht klopt het wel dat de ene team dat beter doet dan de ander. Maar ja, ik denk als je iets wil perfectioneren, dat het uiteindelijk wel tegen elk team eruit kan komen. Jij bent belangrijk voor het team, hè? Want je scoort regelmatig. Je bent ook wel een soort spelverdeler, vind ik vaak, een beetje op middenveld. Je kunt soms een lekker balletje geven. Toch? Ja, zijn jouw woorden. Ik zou nog even te wachten. Ja, komt er nog meer? Nee, op zich, persoonlijk vind ik wel, ik weet van mezelf dat ik wel kan scoren, makkelijk. Maar ook merk ik aan mezelf ook wel de wisselvalligheid. En waar dat te maken mee heeft, misschien ook qua tegenstand. En of het wel lekker loopt aan die rechterkant of niet, daar ben ik natuurlijk wel afhankelijk van. Ik ben geen speler die de bal heeft en die dan even een dribbel zet met de actie. Het is wel, in dat opzicht ben ik wel afhankelijk van wat er achter mij gebeurt. En als dat lekker loopt, dan kom ik ook wel in mijn kracht, ja. Even per doelpuntjes kijken. Ja, leuk. Even per doelpuntjes kijken. Aan de eerste echte kans in de wedstrijd, sterker nog de eerste goal in de wedstrijd. Rick Hemming, heerlijke goal. Wat een prachtige bal van coach Werkman, zeg. Een morele opsteker voor HAC. Aardig balletje van der Leij dit en een aardige goal van Hemming. Opnieuw zo'n mooi doelpunt. En opnieuw de voorsprong voor HAC. Hemming. Nou, misschien is Hemming het wel. Hij ramt hem erin, 1-3. Prachtige goal. Opnieuw Hemming. Opnieuw raak. 2-4. De actie, dan de corner aan de andere kant van HAC. En dan komt hij voor de voeten van Rick Hemming. En dan komt HAC op een 0-1 voorsprong. Heerlijke goal voor Rick Hemming. Goed nieuws voor HAC. Dat hier via Hemming op gelijke hoogte komt. En dan wordt het een raak doelpuntenfestijn. De wedstrijd die leuk was om te zien hoe niks weggeeft, dan wordt het een mooie middag. Dit is een hele mooie combinatie. Hemming, die schiet er binnen. Mooie goal van HAC. Hemming. Oh, wat goed afgemaakt. De 1-0 voor HAC. Ja, dit is wel heel erg lekker voor Rick Hemming.
Maar Hemming maakt het feest uiteindelijk compleet. Hij schiet de 1 tegen 6 binnen. Eigenlijk hadden we in het seizoensoverzicht het meest lelijke doelpunt. Hè? Want voor de rest waren het allemaal een stuk echt mooie goals. Ja, als je dit zo ziet, zou je dan denken dat hij ook nog goed kan voetballen ook. Ja. Hoe bevalt het hier bij HC? Want je hebt op een gegeven moment natuurlijk best wel een opmerkelijke keuze gemaakt om het profvoetbal te verlaten. Om boer, agrariër, hoe noem je het zelf het liefst? Ja, agrariër klinkt wat interessanter, hè? Zeg maar gewoon boeren. Ik ben gewoon boer, ja. Ja, maar dat is natuurlijk best wel... Ik denk dat beide een passie is. Ja, ik moet zeggen, die passie voor boer is wel gegroeid het afgelopen jaar. Want daarvoor had ik nooit echt affiniteit met dat wel, maar niet zozeer dat ik er ook wat mee wil doen. Ik denk, door de jaren heen is dat wel gegroeid. En hoe het hier me bevalt, super eigenlijk. Ook de club zelf was al top natuurlijk. En het was voor mij nog wel even de vraag van hoe is dat te combineren? Want Gerson die traint dan nou ook al zo vaak. Nou, dat was ik ook gewend. Hoe is dat dan? Als je maar maandag, dinsdag en donderdag traint. En in het begin was dat wel even wennen voor mijn gevoel. Maar op zich, het went ook zo. En dan is dat ook wel weer goed in te vullen. Maar je zegt eigenlijk de passie voor het boerenbedrijf is eigenlijk pas later gekomen. Vanwaar dan toch de stap? Want als je dan toch profvoetballer kan zijn, dan lijkt me dat meer een droom. Tenminste, het klinkt meer als een droom dan boer zijn. Ja, ik moet zeggen, zo is het ook een beetje in de krant gekomen. Dat het echt zo was van, hij was profvoetballer, maar hij wilde liever graag boer worden, dus wordt hij boer. Nou ja, dat is niet het geval. Ik heb natuurlijk, als je 18 bent, 17, zag ik mezelf ook bij Real Madrid spelen. En ik werd profvoetballer. Ik bedoel, dat was een feit. Dat ging gewoon gebeuren. Maar toen ging ik voor de eerste keer door mijn kruisband. Nou, pech. Nou, daarna weer beginnen na 9 maanden. Tweede keer kruisband. Ja, en dan begin je al wel langzaam een beetje te twijfelen. Van, wat nou als ze toch zeggen van, het lukt niet meer. Weet je wel, je kan niet meer voetballen. Het is beter als je stopt. Maar ik was toen 19, 20 en ik had nog wel het gevoel van het zitten in. En het gekke was eigenlijk wel, telkens als ik de blessure kreeg, kwam ik eigenlijk wel weer beter terecht. Of weer beter terug. Dus weer begonnen. Toen zat ik volgens mij bij... Dus je zou hem bijna nog een keer af moeten scheuren. Nou, ik wacht eigenlijk tot het weer. Absoluut niet. Nee, dus ik zat bij Jong Twente destijds. Zaten we nog in de Jupiler League toevallig. Maar toen ging ik weer door de knie. Toen was het alleen kraakbeenschade. Kwam ik weer terug. Toen zaten ze met Patrick Kluivert was destijds. Ja, toen had ik wel zoiets van, het is nu 3 keer dezelfde knie. Als het nog een keer gebeurt. Ik had voor mezelf al gezegd, als het die knie is, dan stop ik gewoon voor mezelf ook al. Dus toen ben ik eigenlijk al wel, we waren de woensdag altijd vrij. Dus toen ben ik eigenlijk al meegelopen op de boerderij van, is dit wel iets wat bij me past? En toen had ik al wel zoiets van, mocht ik profvoetballer zijn, dan wil ik sowieso na mijn 30ste, 34ste, wil ik wel de boerderij over gaan nemen. En hoe ik het dan in ga vullen, zie ik het dan wel. Alleen noodlot sloeg toch toe dat ik mijn rechterknie doorheen ging, door de kruisband weer. Nou, dat was geen links, dus ik mocht nog niet stoppen van mezelf. Dus toen had ik met rechts weer en toen had ik wel zoiets van, dit is echt de laatste kans voor mij. Toen ben ik ook in Zeist gaan revalideren. Heb ik echt een toptijd gehad qua revalidatie. En vanaf toen ben ik eigenlijk ook fit gebleven. Toen ben ik 2 jaar bij Heracles gezeten. Eerste jaar was toen ze bijna gingen degraderen. Nou, dan is het al heel lastig dat je een kans krijgt. En het tweede jaar hebben ze Europees voetbal gehaald. Ja, in zo'n jaar klopt ook alles en dan krijg je ook geen kans. Nee. Dus dat voelde voor mij al niet lekker. Dat ik al 2 jaar eigenlijk wel fit was, dus ik kon het wel plaatsen. En in het jaar bij Achilles, dat is wel tekenend, denk ik. Dan is het jaar dat alles eruit moet komen. Je zit bij Achilles, je weet dat je niet in de top gaat eindigen. Maar voor hetzelfde geld eindig je op de 10e plek. Je doet het misschien zoals hier, je scoort 10 à 15 keer. En dan was een Emmen een hele mooie stap, een vervolgstap. Maar we kennen allemaal wat daar is gebeurd. Zijn we gedegradeerd daar. En toen heb ik ook besloten van, ik kwam toen ook wissel te staan en toen heb ik ook gezegd van ik heb gewoon geen plezier meer in het spelletje. Door de blessures heen, door 2 jaar Heracles eigenlijk naar 5e wiel aan de wagen te zijn. Bij Achilles waar het ook niet lukt, waar je toch denkt van dit is het. Je komt van Heracles, iedereen vindt zichzelf helemaal geweldig natuurlijk. Dus ik had wel verwacht dat ik daar zou spelen. En dat is ook niet het geval. Toen heb ik wel gezegd van het is mooi geweest. Ik ga bij HC voetballen. Het is natuurlijk wel bijzonder dat je dus 3 keer zo'n zware knieblessure krijgt. Ja.
Hoe kwam dat? Heb je gewoon zwakke knieën? Dat kan natuurlijk. Of zit er misschien een verkeerde vorm van trainen? Hè? Omdat je zegt van, goh, eigenlijk sinds Zeist ben ik fit. Ja, ja, wat het is, geen idee. Daar zijn ze zelf ook nog niet achter. Want dan zouden ze het preventief wel gaan behandelen. Maar ja, wat het voor mij is geweest, ja, van de hart waar ik ben geopereerd, die zeggen wel, ja, sommigen die hebben daar... Ja, ik heb er toch niet zo heel veel verstand van, maar dat de ruimte te klein is ten opzichte van waar het dan zit, de kruisband. Maar ja, ik heb zo ook geen idee waarom ze het zal wel aanleggen ergens. Nou, vind je dat dan, ik kan me voorstellen dat je dan toch, als je een extreme actie moet maken, dat het wel in je kopje zit. Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat ik bij Achilles nog wel meer had dan hier. Dat ik de duels een beetje schuwde. En ik ben er ook wel zeker een andere speler van geworden. Ik was eerder altijd laatste man. En ik was voor mijn leeftijd destijds groot, sterk en ik deed eigenlijk alles wel op fysiek. Ja, en dat is nu wel veranderd. Je kunt het denk ik ook wel soms aan me zien. En mensen die het weten, die kunnen het wel plaatsen. Maar mensen die het niet weten, die zeggen wel eens van ja, ga er wel eens in, kom eens op, weet je wel. Ja. Maar ja, voor mezelf, als speler heeft me dat zeker wel veranderd. En ik heb nou zoiets van ja, ik speel liever tot mijn 30ste, 34ste dan had ik dat duelletje. Maar heb je dat nog steeds? Dat je wel eens niet denkt van... Bewust, dat niet. Het is echt niet dat ik denk van, nu ga ik op bewust. Maar ja, je weet hoe het is. Ik vergelijk het altijd met als je op een kruispunt een ongeluk hebt gehad. De volgende paar keer dat je er overheen gaat, hoe dan ook, is er toch altijd weer even dat moment, weet je wel. Ja. En ik denk dat dat ook gewoon in mij zit, op het moment dat ik toch een duel in ga. Soms niet, als ik het heel bewust weet van, oké, ik sta sterk, weet je wel. En het is ook een bepaald gevoel wat je soms in een duel hebt. Ja. Maar ik denk, ja, de meeste duels dat ik wel onbewust denk van, even... Ja, maar dat lijkt me wel een belangrijk iets, omdat als jij je daarin gaat beperken, zeg maar, dan weerhoud je dat waarschijnlijk ook wel van een niveau halen wat je wel of niet kan, zeg maar, toch? Of... Dat was misschien ook wel de punt waarom ik het bij Achilles niet heb gehaald. Ja. Ik denk dat ik het voetballend gezien daar echt wel had kunnen redden, maar dat het... Nou ja, je weet met de Jupiler League weet je misschien ook niet als een ander. Het is toch veel duels, ja. Veel kracht. Nou ja, en als je dat niet... Helemaal bij Achilles, we stonden onderaan, daar wordt er maar één ding van je gevraagd. Ja. Dan is het gewoon bikkelen en voor elke bal gaan. Ja, dat zat gewoon destijds niet in mijn spel. Dus en dat komt hij denk ik beter tot zijn recht. Wat is de kracht van jullie elftal? Op dit moment? Mm-hmm. Ik denk toch wel het team. Je hebt zoveel jongens die zo lang met elkaar hebben gespeeld. Dat er eigenlijk qua hiërarchie zo weinig bepaald wordt. Of verschilt ten opzichte van andere jaren. En ik denk dat dat wel altijd weer een houvast is voor een nieuw seizoen. En ik denk dat dat ook vooral de kracht is met bepaalde jongens die dan weer net wat andere kwaliteiten binnen het team kunnen toevoegen. Heb jij de indruk dat het heel anders is hier sinds je weg bent? Qua ontwikkeling in de groep. Je spreekt dus Kobus dan bijvoorbeeld veel. Die is aanvoerder, dus dan hoor je veel, neem ik aan. Is het heel anders geworden? Ik denk wel dat het anders is ten opzichte van laat ik de laatste 3 jaar pakken dat ik hier gespeeld heb. Is het denk ik wel wat veranderd. En dat is denk ik ook wel logisch. Want ja, als je stil blijft staan als club zijn, is het volgens mij ook niet goed. En in hoeverre dat heel erg positief is of heel negatief, dat kan ik niet heel goed beoordelen. Maar het is wel een stuk anders dan... Kun je dan aangeven wat er anders is? Nou ja, hij heeft het over een team zijn. Nee, dat hadden wij toen ook al. Alleen dat was op een of andere manier zo hecht. Ja, ik weet niet wat dat was, zeg maar. We speelden al een tijd met elkaar. Maar ja, Mark bijvoorbeeld, Mark Veldman, die kende ik al vanuit een andere periode. Dus die lag ook heel, heel goed in de groep, al heel snel. Ja, het was gewoon heel toegankelijk. Heel toegankelijk, goede voetballers. Te toegankelijk misschien soms wel? Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat je af en toe misschien wel iets meer klootzakken ertussen had moeten hebben. Misschien hadden we dan wel een keer kampioen geweest, ik noem maar wat. Maar ja, we hebben toen in die laatste 3 jaar, is niets voor niets, dat we echt mee hebben gedaan om bovenste plekken, zeg maar. En dat, ik moet zeggen dat ik heb nu een paar wedstrijden gezien. En je ziet dat wel, zeg maar, dat er wel een team is. Alleen ik heb het idee en gevoel dat het er nog niet optimaal uitkomt. En waar dat aan ligt, ja, dat weet ik niet. Daar hoef ik gelukkig ook niet over na te denken. Dat mag de trainer doen en de aanvoerder zelf. Maar...
Ja, nee, goed, ik denk dat daar... Maar jullie praten erop. Waar baseer je dat op? Gewoon in het veld? Ja, dat is gewoon puur als ik kijk naar een wedstrijd, hoe jongens op elkaar reageren of niet. Dus echt puur als buitenstaander. Ja. En dan ga ik ook, dat zijn ook dingen die, waarvan ik dan niet, bijvoorbeeld als ik Glenn spreek, hey, dat was, dat ga ik dan niet doen, weet je wel. Dus ik kijk vanuit buitenaf en dan zie ik dat en dan denk ik, nou, weet je wel. En dan ooit, als dat een keer ter sprake komt, dan denk ik van ja, had ik toch helemaal mis. Weet je wel, of hey, ik had wel goed gezien. Ja. Weet je, dus dat is een beetje, bij Oosting had ik het dus ook heel erg. Had ik heel erg de indruk dat het hij, team, daar zat niks. Nee, precies. Weet je, en daar heb je het dan wel eens met jongens over. En uiteindelijk, ja, dan gaat hij weg, wordt hij weggestuurd. En dan denk ik van ja, daar zat dus iets inderdaad niet goed, blijkbaar. En als ik, ja, ik zie het dan, maar er zullen er nog meer... Hij pakte hier afgelopen zaterdag zijn eerste overwinning op de Boshoek. Ja, ja. Ja. Heeft hij wel lang op moeten wachten. Ja, ja, dat, terwijl dat nu even niet had gemoeten. Nee. Ja. Hey, Rick, eventjes dit seizoen. Jullie staan eigenlijk op een plek waarin je er al zo'n beetje niet meer uit kan vliegen. Zeker nu Linde dat ook al gaat doen natuurlijk. Dat je eigenlijk ook geen kampioen meer kan worden. Nou, we kunnen... het is eigenlijk wel gelopen. Mallorca kan worden geboekt, zegt ze dan. Dus, nee, ja. Ja, ga je mee? Voelt dat voor jou ook zo? Of niet? Nee, ja, nee. Tuurlijk wil je als speler wel iets hebben waar je om speelt. En het zou denk ik wel leuk zijn, ook voor de competitie, als je toch op een bepaalde manier wel ook die spanning daarin terug kan krijgen. Maar het is voor ons nu ook gewoon, ook, daar zijn we ook de club, de supporters en al. Ja, dat moeten we het ook we doen, niet alleen maar voor onszelf natuurlijk, en om veilig te zijn. Ja, wat is, je hebt nu de eerste seizoen zelf erop zitten, wanneer ben je tevreden? Ja, ze zeggen altijd dat je het beter moet doen dan het jaar ervoor, hè? Maar dat wordt lastig net. Wanneer ik tevreden ben, om nou een plaats op de ranglijst te zeggen, ja, dat weet ik niet. Maar als je het eens even naar... Dat zou wel heel knap zijn, toch? Dat zou super knap zijn. Maar ik denk als wel, laten we zeggen, top 5 is super. En dan ook nog met leuk voetbal, mooi voetbal, dan ben ik dik tevreden. Nou, ik wens jou daar heel veel succes mee. Dankjewel. Sanne, gaan we nu toch echt naar SVV, SVV 56, Cirkulo. Mooie club. Het vrouwenteam Hardenberg. Laten we het daar eens over gaan hebben. Waarom is het belangrijk dat het er is? Ja, promoten van het vrouwenvoetbal. Ja, je merkt natuurlijk al dat vrouwenvoetbal veel meer begint te leven. Helemaal sinds de Nederlandse dames het natuurlijk hartstikke goed doen. Maar het is eigenlijk al, ik voetbal al vanaf dat ik 7 ben. Als je kijkt wat voor groei damesvoetbal, meisjesvoetbal gemaakt heeft. Dat is al heel fors. Dat je denkt, nou, er zijn zoveel meiden die willen voetballen. Nou, ja, dat is te mooi als je dan ook binnen de gemeente daarin wat kunt doen. En wat gaan jullie precies doen? Vertel eens, 29 juni gaat het op de Boshoek plaatsvinden. Het is de 4e editie. Ja, 29 juni voetbalt het vrouwenteam tegen de beloftes van PEC Zwolle. Dus inderdaad weer een mooie affiche om tegen te voetballen. En inderdaad is de 4e editie, wel 3 edities gehad. Dat alle 3 hartstikke succes was, hartstikke leuk. Veel toeschouwers. Nou, je merkt wel ook dat ook echt steeds meer gaat leven. En dat ook steeds meer verenigingen zichzelf aanbieden van... Goh, hey, wij willen volgend jaar wel graag organiseren. Want we zien dat het hartstikke leuk is. Leuk evenement. En waarom niet? Je hebt alle edities meegespeeld, hè? Ja. Welke was de leukste? Ja, die bij SCV zelf. Ja, de thuiswedstrijd. Ja. Ja. Ja, nee, dat was in combinatie met jullie jubileum, geloof ik? Ja, ja, was inderdaad het jubileum bij ons 60 jaar SCV. Ja, dat was natuurlijk sowieso de hele dag feest en de hele nacht en de dag erna. En dus, het was een flink feest. Ja, dan. Was het, ja. Normaal stond het bijna. Ja. Toch? Nee, dat was 24 uur SCV, dus het was echt nachtvoetbal. En dat was erg gezellig. Dus er was ook veel drukte. En ik denk ook wel de meeste toeschouwers gaat ook natuurlijk, omdat er meer te doen was dan alleen onze wedstrijd. Maar en voor je eigen publiek, eigen familie, dat is natuurlijk het mooiste voetballen. Heb je het gevoel dat het vrouwenvoetbal nog steeds te weinig gepromoot wordt? Want ik heb eigenlijk de indruk dat enorm goed gebeurt eigenlijk. Ja, het gebeurt steeds meer. Maar je merkt wel ook binnen onze eigen vereniging wel dat we daar wel voor hebben moeten strijden. Dat wij inderdaad wel, ik snap best dat we niet helemaal gelijk behandeld worden misschien. Maar een klein beetje gelijk behandeld worden zou toch fijn zijn. Ja.
Nou ja, ja, goed, we zijn ook gewoon... En je zegt ook, ik snap dat we niet gelijk behandeld worden. Ja, omdat het eigenlijk van vroeger uit al niet zo was, zeg maar. Dus ik snap nog wel dat dat erin zit, hè. Dat is natuurlijk gewoon ingebakken en dat moeten allemaal even langzaam... En hoe kunnen we dat dan het beste doen? Ja, ik, vooral ook vrouwenteam zelf binnen verenigingen. Gewoon zeur maar raak van de knaak. En ja, zo doen wij het ook. Als wij het ergens niet mee eens zijn, we laten het gewoon weten. We leggen dingen bij het bestuur neer. We vragen veel en we geven aan wat wij willen. En ja, goed, hè, we geven elkaar wanneer wij het gevoel hebben van... nou worden we weer benadeeld ten opzichte van de mannen. En nou ja, dan merk je wel dat er ook steeds meer rekening mee gehouden wordt. En dat ook inderdaad bestuursleden zeggen... oh ja, de dames moeten we niet vergeten, hè? Want, ja. Nou, wat misschien wel zo... maar ik weet niet, helemaal niet of dat zo is en of jullie je daar ook in herkennen. Maar ik ben zelf meer van het basketballen. We hebben geen vrouwenteam in Hardenberg. Ik heb ook wel eens bij de korfbal gekeken. Hè? Ook alleen gekeken, want ik bedoel... voor de rest is dat natuurlijk lang niet zo leuk als basketbal. Maar wat het wel is, is dat die vereniging gezelliger is wat mij betreft... omdat er dat gemengde is. Is het in de kantine gezelliger geworden sinds jullie wat meer opkomen, zullen we maar zeggen? Ja, bij ons wel. Sowieso. Ja, dan hoor ik een feestje. Ja. 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 Nee, een hele goede voorzet was dit. Ja. Ik denk dat we daar wel moeten voetballen, of niet? Ja. 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 Het is wel echt gezellig. Ja. Ja. Wij krijgen wel echt terug hoor, dat wij dat sinds het damesteam weer opgericht is... dat de kantine is wel voller. Omdat wij natuurlijk echt wel blijven hangen met het hele team. En gezellig. En nou ja, wij zijn wel van het organiseren. Wij, nou ja, goed, we brengen wel een beetje leven in de brouwerij. En er wordt ook nog gepresteerd, want jullie zijn gepromoveerd. Ja, nee, zeker. Bam met de bal. Ja. Ja. Ja, hard voor getraind. Nee, ja, we flink kampioensfeest ook, neem ik aan. Ja, nee, ja, sowieso. Dat was het belangrijkste. Was het ook 24 uur? Nou ja, ze voelt het wel. Hey, waarom moeten mensen 29 juni naar de Boshoek komen? Ja, dat is natuurlijk gewoon het leukste wat er is. Je hebt een samengesteld team, dat vind ik zelf altijd gewoon heel leuk. Gewoon van alle verenigingen, hè, wat. Dus het is ook niet een op elkaar ingespeeld team. Dus het is gewoon, ja, het is gewoon leuk om naar te kijken. Gewoon wat anders dan, wat je normaal kijkt, zeg maar. Ja. Ja. Nou, dan gaan we dat met z'n allen massaal doen. 29 juni, zet het in de agenda. Hoe later weet je het ook tijd zo? Ja, de bedoeling is 2:30, maar half drie. Dat, kijk, klassiek. En op het hoofdveld, hè? Ik kan me de laatste keer... Nou, dat mag toch om. Anders wordt het best zeuren, of niet? Ja, sowieso. Dank je wel. Ja. Gerson, FC Emmen. Wat is het grootste verschil tussen FC Emmen en HSC eigenlijk? Natuurlijk behalve dat het niveau. Ja, op dit moment is het verschil wel heel groot. Ook qua club. In de zomer heeft de Emmen wel een hele grote ja, laat ik het doorbraak maar noemen, meegemaakt. Ja, er komt veel op zo'n club af. Dat wil niet zeggen dat alles nog in kan en kruiken loopt, maar ja, dat is ook wel logisch, denk ik. Maar staan jullie, ja, staan jullie waar jullie moeten staan of misschien zelfs iets te hoog? Of misschien wel te laag? Nou ja, kijk, we hebben thuis een 3-1 voorsprong tegen Fortuna Sittard weggegeven in de laatste minuten. We hebben tegen Excelsior in de laatste minuut een goal tegen. Tegen de Graafschap in de laatste minuut de gelijkmaker die zij maken. Nou ja, tel je een aantal punten op. Maar ja, goed, als je dat afstreept tegen afgelopen zondag, waar je in de laatste minuut, of ja, in de 60ste minuut kom je 1-0 achter. Nou ja, dan is het eigenlijk al gebeurd, normaal gesproken. Dus dat zijn bonuspunten. Ik denk dat ADO uit, dat daar niet zo heel makkelijk te winnen valt. Dat ook bonuspunten. Utrecht uitgewonnen. Ja, verwacht ook niemand dat je zo even wint. Dus ik denk al met al, als je alles een beetje tegen elkaar wegstreept, dat we, nou ja, als Vitesse ook kijkt, ja, een pluspuntje. Dat we nou ja, ongeveer wel een beetje daar staan waar we op dit moment horen te staan. Het is wel voor het eerst dat jullie voornaamste doelstelling zal zijn waarschijnlijk erin blijven. Dat zal de doelstelling zijn, neem ik aan, toch? Ja, als je dan kijkt wat je hier bij HSC, dan speelde je toch vaak top 5. Nou, ja. Vorig jaar Emmen natuurlijk ook top 5. Ja. Wat is er anders aan, toch, nou ja, dan even degradatievoetbal, ondanks dat je er nog niet op die plek staat? Dat is wel een hele andere mindset, ja. Dat is, aan dat idee heb ik ook wel even moeten wennen. Wat je zegt, hier bij HSC weggegaan, 3 jaar lang... om kampioenschap meegedaan tot heel lang, tot denk ik de laatste speeldag aan toe,
twee keer op rij volgens mij. En bij Emmen eerste jaar gelijk de eerste play-offs gehaald. Toen hebben we de halve finale gehaald. Nou, zijn we toen eruit gegaan. En ja, dat jaar daarvoor, dat weten we allemaal hoe dat is gelopen. Dus je hebt altijd gespeeld om iets te halen. Nu kunnen we ook wel iets halen. Alleen dan, ja, is de mindset van het halen, is erin blijven. Dat is ons kampioenschap, zeg maar. Maar goed, dat is wel wat er nu heel erg leeft. Ja, en ik denk dat iedereen wel nu voor ogen heeft dat als we dat halen, dat ook echt als een promotie mag gevierd worden. Ja, weet je, dus en dat bedoel ik te zeggen met dat is gewoon de mindset. Dus het is niet mindset kijken naar de bovenste plek, hè? Nee, kijken wat je graag wil. Nou, dat is in de Eredivisie blijven. En het lijkt me anders in je kop, want je bent. Verbeter me als het niet zo is. Het lijkt me dat je bezig bent om niet te verliezen. Heel vaak. Hè, als je Feyenoord krijgt, dan ben je bezig van, nou, als we maar niet verliezen. Ja, als we maar een race. Maar eigenlijk zelden van. Er zijn wedstrijden waarvan je gewoon van tevoren weet, nou, we spelen niet om te winnen. Nee. Is dat zo? Ik denk misschien onbewust wel. Ja, ik zou liegen als dat niet zo is. Ik bedoel, je gaat niet naar de arena en dan zeg van, we gaan hier even een paar punten halen. Ja, met alle respect. Ja, weet je wel. Dus tuurlijk, je wilt het wel en je hoopt het ook. Kijk, afgelopen weekend ook naar Fortuna Sittard. Die flikken het gewoon. Maar goed, dat is fijn dat dat. 15 wedstrijden op rij, niet verloren in de Kuip. Ja, weet je, dus nee, moeten we weer 15 wedstrijden wachten. Ja, wij zitten binnen die 15 wedstrijden. Dus ja, gaat niet worden, denk ik. Maar het is wel. Ja, je gaat elke wedstrijd in om een resultaat te halen. Zo simpel is het. En ik denk wel dat je onbewust, helemaal als je tegen dat soort clubs speelt, PSV, Ajax en helemaal dit jaar en Feyenoord, maar ook andere clubs, AZ bijvoorbeeld, dat je zoiets hebt van ja, is er wel wat te halen? Dat je dat zeg maar een beetje afvraagt. Maar goed, dat is denk ik heel erg onbewust en dat is altijd maar ja, heel ver van tevoren. Op het moment dat het moment daar is. Ja. Maar neem dan bijvoorbeeld die wedstrijd tegen ADO uit, of Utrecht. Dan komt er een moment volgens mij in zo'n wedstrijd dat je ineens denkt, ja maar verrek, we gaan hier niet voor een resultaat, we gaan hier gewoon winnen. Ja, en dat was vlak voor rust, dat we 2-0 maakten. Ja, onze allereerste wedstrijd. Ja, en dan zit je in de rust tegen elkaar aan te kijken en denk je van, ja, maar wacht even. Wij staan gewoon 0-2 voor. Ja. Ja, wie gaat ons wat maken dan? Linker rijtje. We hoeven maar 45 minuten alles weg te schieten en het is gebeurd, weet je wel. Dus, maar daar groeit dan wel wat in, zeg maar. En dan trek je zo'n wedstrijd over de streep. Ja, en dat is wel lekker beginnen in de Eredivisie. Je kunt er ook gelijk helemaal afgaan. Je zit zelf momenteel even op de bank. Hoe komt dat? Ja, door wat mindere wedstrijden als team en als individueel. Maar goed, dat is ook wel heel logisch als je kijkt naar het niveau. Als je ook ziet waar ik vandaan kom. En ook beseffen dat ik nog niet zo heel erg lang rechtsback ben. Waar iedereen me hier een beetje voor gek verklaarde, behalve de trainer. Die had het heel goed gezien, blijkbaar. Zal ik nooit hardop tegen hem zeggen trouwens. Hoor. Nee, want ik denk dat jij hem in eerste instantie ook een beetje voor gek verklaarde misschien wel. Ja, we hebben menig, en dat hebben heel veel mensen niet gezien hoor, maar we hebben menig discussies gehad. Ja. Ja. Totdat ik merkte dat het echt werkte en dat ik echt een waarde had. En toen hadden we een keer een discussie dat ik weer een keer voor het team rechtsbuiten moest. Toen was ik daar weer boos over. Dus het was het een of het ander. Ik moest overal maar inpassen hoe en wat. Maar een voetballer die op de bank zit is per definitie ontevreden. En dan is de trainer even minder leuk dan. Toch? Ja, dat is, ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ja. Alleen ik ben wel van overtuigd als speler. Heeft hij gelijk? Dat hij nee, natuurlijk niet. Nee, ja, weet je, daar valt altijd over te discussiëren en dat is prima. Ik vind dat zelf ook wel interessant. Alleen ik vind altijd wel dat je dingen moet kunnen onderbouwen. En ook met name naar niet spelen, prima. Maar wat ga ik dan wel doen om weer te spelen?
ik vind dat je daar ook als trainer of assistent trainer of wat dan ook, dat je daar houvast aan geeft. Van oké, dit heb je niet goed gedaan, maar daar moet je dus wel aan werken. En dan gaan we je hier en zus bij helpen, want uiteindelijk ben je een team en je moet elkaar helpen om beter te worden. Nou, en dan ga je ermee aan de slag om je te verbeteren en om je weer in het elftal te knokken. Hoe, ik heb daar met Marcel ook wel eens buiten een camera over gesproken. Jij was wel heel belangrijk voor die groep. En om heel eerlijk te zijn, Jozef Oosting heeft die denk ik ook pech gehad. Ook omdat jij wegging. Want jij was wel een heel belangrijk smeermiddel voor die groep. Ik wil niet zeggen dat het door jou komt dat AC die wedstrijden toen niet won, hoor. Ik bedoel, want daar lag denk ik inderdaad veel meer onder. Maar hoe belangrijk ben jij voor de sfeer in Emma? Nee, ik zei wel, we hadden een kerstborrel gehad. En toen heb ik nog even achter de draaitafels gestaan. Dus belangrijk ik denk, dus. Ik denk dat ik wel... en dat voel je ook wel in de groei. Ik ben ook wel een sfeermaker. En ik ben ook wel een speler, het gevoel moet ook goed zitten. En hoe moeilijk is het om sfeer te maken als je toch mokkend op de bank zit? Ja, dat is heel erg kloten. Oh, mag dat zeggen? Jawel, hè? Ja, nee, dat is gewoon dat is echt balen. Maar ik vind hoe je met teleurstelling omgaat, dat gaat je uiteindelijk bepalen hoe ver je ergens in komt. Of dat nou in de voetballerij is of in het bedrijfsleven. Want iedereen heeft te maken met teleurstellingen. Iedereen in zijn eigen bedrijfsleven of in zijn eigen persoonlijk leven, wat dan ook. Dus uiteindelijk gaat het om hoe ga je daarmee om? Dat is uiteindelijk hoe dat dan verder in de toekomst weer brengt. Dus ik kan er wel... Ja, natuurlijk ben ik boos geweest. En natuurlijk heb ik één training alles gedaan wat een trainer niet wil zien. Maar goed, dan moet het ook klaar zijn, vind ik. Want ten eerste help je jezelf ermee. Want je moet dag en nacht op en neer naar Emmen toe. Dus ja, je kunt ook met zo'n sick er naartoe rijden. Maar goed, dan is een half jaar of tot... zeker nog een week. Dan is al een week al heel erg lang. Ja. En ik besef ook dat als ik met zo'n gezicht loop, dat wat met een groep doet. Dat snap ik heel goed. Dus is dat voor mij heel snel afwikkelen. Zeggen wat ik ervan vind. En dan moet het ook klaar zijn, weet je wel. Dan is het ook weer... Hey, wat ben je eraan het doen? Want ik ken jou. Ik durf wel te zeggen dat jij in de tijd dat je hier speelde de meest gedreven speler was die dit elftal had. Het is niet omdat je hier aan tafel zit, maar omdat je er echt voor leefde. Je leefde als een prof, terwijl je eigenlijk semi-prof was. Ja. Dan heb je een plan in je hoofd om weer terug te komen op dit niveau, toch? Ja, natuurlijk heb je dat. En daar ben ik heel erg hard mee bezig. En dat is gewoon wat ik net zei. Dat je als je een tactisch plan hebt, dat je daar, ook al lukt het even niet, dat je daaraan vasthoudt. Dat geldt voor mij hetzelfde. Als ik zie dat ik hier 5 jaar heb gespeeld, dat mijn idee was, toen ik van Go Ahead kwam, even een jaartje bij de amateurs en dan maak ik de stap wel even weer. Ja, dat die stap ken ik, ja. Dat zal jij ongetwijfeld misschien onbewust hebben gehoopt. Maar ja, toen kwam ik erachter dat het allemaal niet zo heel makkelijk ging. En uiteindelijk is het dat besef, steeds groter geworden en steeds groter geworden. Waardoor ik op een gegeven moment dacht, zal ik er nou gewoon altijd alles aan doen, zodat ik nooit tegen mezelf kan zeggen, had ik toen maar... Of had ik toen maar, weet je wel, dat wil ik gewoon niet. Dus nu moet ik ook gewoon vasthouden wat ik aan doe. Dat is gewoon keihard trainen. De punten, wat ik moet verbeteren, daar moet ik mee aan de gang. Wat extra aandacht aan geven. Ja, en dan hopen dat die kans weer komt. En op het moment dat die er is, dan moet ik zorgen dat ik er klaar voor ben. Hey, en ik kan me nog goed herinneren, je hebt een keer eerder in HC Nou gezeten. Toen zaten we nog in de kantine. Met Gregory Sedok onder andere toen, weet ik nog. En toen heb ik jou volgens mij ook de vraag gesteld van, waar ligt jouw plafond? Hè? Zou je nog eens die stap willen maken naar het betaalde voetbal? Nou ja, daar was je toen helder in dat je dat wel wou. Maar als ik die vraag nu weer stel, is misschien een beetje, terwijl je net in een minder fase zit wellicht. Maar heb je het gevoel dat Emma jouw plafond is of kun je nog een stap zetten? Nou, dat vind ik best wel lastig om antwoord op te geven. Ik denk dat het wel... De stap van HSC naar Emmen, dat was een stap niet zozeer van ik heb betaald voetbal weer gehaald. Nee, dat was om te zien van waar gaat dit eindigen, weet je wel. Dus het was niet zozeer van nu ben ik bij Emmen, het is klaar. Nee, het was Emmen bedoeld om opstap, om eventueel in de Eredivisie te komen. Dat was mijn doel. Dat is gelukt. Ja, nu is het voor mij gewoon kijken, waar ligt inderdaad mijn lat? Waar liggen de mogelijkheden? En... is er een club die op klok zit te wachten? Ja, dat weet je ook niet. En je moet ook in de voetballerij een beetje geluk hebben. Valt in staat met je prestaties. Maar is er in de periode bij Emmen wel eens belangstelling van andere clubs geweest?
Ja, je hoort wel eens wat, maar nooit concreet. Nee, nooit concreet. Dus je hoort wel eens, maar ja, goed, ik ben daar denk ik ook wel een beetje te nuchter voor. Om denk van, ja, weet je, dat zie ik wel. En Emmen is ook de meest mooie club op dit moment en de beste fans. En dat is toch wat de voetballers dan zeggen, of niet? Ja, dat je voor de camera krijgt en dat je net het telefoontje van je zaakwaarnemer hebt gehad. En dat je, nee, ik heb nog niks gehoord, weet je wel. We hebben zo'n bericht gelezen van klok naar Ajax. Nee, dat heb ik nog niet hoeven meemaken. Maar... ja, wellicht dat dat na dit seizoen wel gebeurt. Ja, ik weet niet. Mijn contract loopt af. Dus ja, ik ben gewoon echt hard aan het knokken om inderdaad... Wil je verlengen in principe? Nou, ik wil weten waar mijn lat ligt. Ja. Kijk, en ik wil gewoon nu alles aan doen en me helemaal in de kijker spelen. En dan hopen en maar zien of er iemand zegt van... hey, die bevalt ons wel. Laten we eens contact zoeken en laten we eens hopen dat hij bij ons komt voetballen. Dat is misschien wel een beetje waar ik op hoop. En ja, lukt dat niet, ja, dan ga ik kijken wat de andere mogelijkheden zijn. En, ooit nog weer terug hier? Ja, ik heb ooit geroepen dat als ik naar de amateurs ga, dat ik bij AAC speel. En ik denk dat niet verandert. Dus ik ben ook heel erg druk om naast de voetbal wat dingen te doen. Dus ja, wat ik zei, het gevoel moet bij mij goed zitten. Ik heb bij AAC altijd een heel goed gevoel gehad. Dus ja, het kan maar ook zo zijn dat het... Dat mooie club met de mooiste fans. Ja, dat ik in één keer de stap weer maak. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Mooi man. Hey, hartstikke leuk dat je hier was. En ik hoop dat je snel terugknokt. Dat gun ik je echt. Ga ik doen. Dankjewel. Dit was HAC Nou voor nu. Aanstaande maandag is er een speciale kerstuitzending. Dan met Jan Smit, Edwin Evers en Johan Evers. Komt het dan weer zien. Heel graag. Tot dan. Dag.